Welkom bij het tweede deel waarin we een kijkje in de keuken van GameKings geven als het gaat om content maken. En dit is het levende bewijs hoe hapsnap we dat doen, want je ziet later ook een discussie waarin we besluiten dat dit twee delen worden. Bij deze dus deel 2 en ook een klein vooruitblikje naar de trips die we gaan maken in 2023. En dan kunnen mensen we willen lekker luisteren. Blokjes. Nee, dat zijn vooruitzichten, vooruitblikken naar volgend jaar. Dat kunnen we allemaal mooi in de vooruitblik doen. Ja. Ik denk dat we het al over heel veel dingen hebben gehad. Ik wilde nog even ruzie maken met jou over het GTA-item. Het stond hier. Oh, hier maken Jelle en Joey ruzie over het GTA 5. Ja, item. Maar daarom. Dit wordt twee items. We moeten nog even door. Het is nog niet klaar. Nee? Wat was er een ruzie met de GTA-item? Wat was er ruzie met de GTA? Zit even te kijken. Waar staat er nou die ruzie, hè? De Joey-stijl van editen. En dan staat het item eronder. Joey slaat miljoenen neer op. Nou, nee. Het ding is... Kijk... Ik heb het best wel, maar ik ben er gewoon heel eerlijk in. Voor kerst, voor die premium vision, oké, laten we dan nu ook gewoon transparant zijn. Hebben we best wel pittige discussies hier gehad, waarin ik had ingeroosterd 2 premium vision items. Deel 1, deel 2. En op dat moment maak ik dat rooster. We willen allemaal een week vrij. Dat betekent dat we gewoon geen extra items kunnen maken, weet je wel. En op dat moment, op een gegeven moment kwam je aan van, en dat snap ik ook wel, ik denk niet dat er 2 items in zitten. En dan heb ik zoiets van, ja, ik snap je, maar ik snap je ook niet. Van, dude, wanneer heb ik een item tekort? Dus, nou, met jou praten, maar jij zat heel erg vast van, ja, maar ik wil het zo en het wordt niet zo. Nou, ik met Jelle bellen van, ja, is dat zo? En Jelle zegt dan van, natuurlijk nee, hij kan daar makkelijk 2 items van maken. Maar het verschil zit hem in wat je vroeger, kijk. God damn it, je stumper. Ik weet met hoeveel uur je terugkomt. Ja, je komt en met 5 uur. Ja. Als je met 5 uur terugkomt, kan je daar 2 keer een uur van krijgen. Dat gaat niet in de All You Need Is Love stijl, maar wel in de GameKings All You Need bewijzen van All You Need Is Love stijl. En dan zit ik tussen jou en jij. En jij zegt 25 minuten glad aan de haak en dat is het. En hij zegt, maar ik wil 2 keer een half uur. Ik wil 2 keer een half uur. Maar dat zei ik, dat is juist de discussie die gevoerd werd. Ik zei, ik kan er makkelijk 1 aflevering van 40 minuten van maken, maar niet 2 afleveringen van 20. Ik heb niks aan 1 aflevering van 40. Ik heb 2 afleveringen. Het begon met dat Jelle Jelle kwam terug van vakantie en ik was gewoon gepland dat jij meeging. Ja, ik moet nog een interview. Ik moet veel belangrijkere dingen doen. Voor de interview. En jullie waren met z'n drieën al. Met z'n vieren. Ja, later heb ik er 4 erbij. Nee, maar dat is heel kostbaar. Weet je, 4-3 mensen op trip een hele dag. Dat is kostbaar. Daarnaast had je een soort van tijd ingepland. Voor 2 afleveringen. Dus eigenlijk waren het maar 2 man. Maar 2 keer. Ja, want we hadden de maand ervoor geen premium vision gedaan. Nee, oké, dus dan is het dan nog steeds, voor wat het is. Die dag lang weg met... Maar, en niet eens soort mijn van, all you need droom. Ja, maar dat is jou. Daarom, het is jouw droom. En je had er iedereen bij gesleept met een uren. Oké, Jelle, kan je... Nee, maar dat is ook het ding. Hè? Het was niet soort van, hey Jelle, heb jij vrijdag tijd om langer dan 6 uur 's avonds mee te gaan om premium vision te doen? Uur. Dat was een productieprobleem. Nou, oké, maar dat prima, is logistiek. Maar jullie waren om 12:30 's nachts terug. Daar ben ik het helemaal eens. Logistiek was omdat jij er niet was. Oh. Logistiek ging dat niet helemaal zo. Maar dat maakt niet uit. Waar het mij meer om ging is dat het probleem is 1 dag voor eigenlijk alles hadden opgenomen, kom jij met de boodschap van ja, het gaat waarschijnlijk maar 1 item worden, waardoor ik... Ja, maar dan moet je ook wel eerlijk bij zeggen dat het niet anders mogelijk was dan dat het dus 2 dagen van tevoren werd gefilmd. Want ik heb vanaf het moment dat we aan het filmen waren gezegd, ja, het gaat er toch gewoon niet inzitten. Het is ook geen aanval, maar ik wil gewoon laten zien hoe dat dan gaat. Want op dat moment kun je 2 dingen doen. Of we kunnen zeggen, oké, het wordt 1 item van 40 minuten en we gaan snel nog iets in elkaar flansen. Ja. En dat is nou geen juist... kwaliteit. En dat is nou juist wat wij niet willen, is gewoon... Ja, we hadden ook een game kunnen aanzetten. Nou, sterker nog, jullie wilden eigenlijk dit item erin hebben. Ja, dat was het idee toen. En dan dacht ik, ja, dat breekt zo erg met het idee wat ik voor ogen had. Dat dus vind ik hebben zonde dat van alle... Ja. Helemaal gelijk in. En Rogier had dit ook. Die was ook zo'n ontzettende perfectionist. Dat het soort van zijn idee moest het zijn. En of het nou een soort van alles ervoor in elkaar viel. En iedereen, dat je de 2 mensen diabetes hebben gekregen. Ik wou niet zeggen van. Ja, maar hij als hier begon. Rogier is hier ook geëindigd met diabetes. Ja, plus. En Boris ook. Ja. Nee, maar dus daarom. En anderen, zoals ik ben meer van de Melle school. En die heeft zoiets van: ja, crap. We hebben hier alles aan gedaan wat menselijk, nou niet menselijk mogelijk, want dat doen jullie eigenlijk, maar meer wat soort van productietechnisch haalbaar en soort van
binnen de scope blijft. Ja. Ja. En jij en Rogier, die rennen in day one de scope uit. Weet je, minuut één soort van is dat scope boep. Die overal, jullie rennen de scope uit. Want jullie willen ineens een soort van helikopters en schieten. Ja, jullie wilden een bus. En dan zei ik, ben ook bezig bus om, ik met ben, bestickering. Ik ben ook bezig om wat stewardessen te regelen. Dat lijkt me ook leuk. Ik dacht, oké, hoe dan? En dan is het maar toch is het beter. Hè? Ik bedoel, dan even toch even eventjes de veer naar Joey. Ik heb liever dat dan een gast die zegt van, oké, wat moet ik er dan van maken, weet je wel? Doe, jij wil gewoon, en dat vond ik leuk. Het is niet meer ruzie met GTA, maar als je ziet hoe je dat gemaakt hebt, dat is fucking insane. Dat ten eerste, maar dat is ook, weet je, Joey krijgt een x aantal bedrag voor video's en voor een maand hier zijn, net zoals iedereen. En dat moet, vind ik als producer, moet dat kloppen. Soort van, en dit is een item, maar er zitten veel te veel uren in. Het GTA-item bedoel je? Ja. Veel te veel uren in. Toen werkte ik je nog niet vast, hè? Nee, was, maar ik bedoel meer van... Nee, dat was niet het probleem ermee was, is... Lijkt het, is dit niet gewoon een YouTube... Is dit een YouTube-video of is dit een GameKings-video? Ja, en dat was een inhoudelijke discussie die we erover hadden. Het probleem was dat... Het hele punt was dat het was geëdit als een YouTube-video. Maar dat was juist... Dat was de grap. Dat en ik had zin van, mensen kennen jou nog niet zo goed... en zullen überhaupt mensen snappen dat het een grap is. En ik denk dat veel mensen, ja, die wisten... die snapten van, ze nemen nu YouTube-stijl van editing op de hak. Maar aan de andere kant denk ik ook heel erg soort van... dat zijn de mensen die GameKings misschien heel goed kennen... en misschien media heel goed kennen en snappen... dus dat daar een soort nuances in zitten. Ik denk ook dat er heel veel mensen gewoon hebben gekeken van... oh, dat is leuk. Ja, een soort van leuk geëdit. Ja, omdat ze gewend zijn aan YouTube. Wat ik dan nog veel grappiger vind, omdat het heel erg... In mijn hoofd was het heel erg meta. En het werd nog meta doordat ik een soort van indie game een depressie kreeg... die zich doorvoerde naar mijn eigen leven. Daarom. Dat is ook vet. Maar het was zo smart en ingewikkeld... dat gaat 80%, misschien wel 90% van de doelgroep niet snappen. En dan heb ik zoiets van... ik maak liever iets dat voor 80% van de doelgroep wel leuk is... en niet voor 20% of voor de smart 15%. Het alternatief, want kijk, dat item was gewoon... Je mocht niet zeggen dat het een gesponsord item was, hè? Het was een gesponsord... Er moest een item gemaakt worden over dat er GTA gespeeld werd. Ja. Dat was de Jij user wilde case. Geen Let's Play. Die game bestaat al 15 jaar. Ik had het nog moeilijker gevonden als ik een soort van... die game maar gewoon moest gaan spelen met een webcammetje op mijn gezicht. Het is al 100.000 keer gedaan. Ja. B, wat ga ik daar nog aan toevoegen? Ja. En C, waarom zou dat leuker... Misschien is het voor sommige mensen leuker naar te kijken... omdat ze deze stijl zo... obnoxious vinden. Ja, maar, dat... maar dan is het, dan was, waren beide items niet voor die persoon geweest eigenlijk. Want anders hadden die wel zin om nog naar een item te kijken waar ik een half uur gewoon maar GTA aan het spelen maar was. Laat ik het zo zeggen. Nee. De opdrachtgever die was wel een soort van happily amused van oké, weet je wat, dit dat ze sick. Dat kregen. Ja. Het is heel slick. En we hebben dit exact ook gehad bij de DSA, dat jij de opdracht krijgt van oké, we moeten shit weggeven, kun je dat even in beeld brengen? Uiteindelijk hebben we samen zo van oké, laat... Dat is ook heel erg blammo van... Ik snap dat ook helemaal. Van in principe vraagt een opdrachtgever vraagt om van nou speel die game even en zeg dat het leuk is. En 99% van de YouTubers die zal zeggen, oké, dan zet ik die game aan. Hey, oh, leuk. Oh leuk, weet je wel. Hoppakee, duimpje omhoog. En ze hebben hun geld binnen. En jij denkt dan van ja, nee, weet je wel, inderdaad awkward. Dat heb ik ook van, dat is awkward. Dan moet ik doen alsof ik iets leuk vind. Terwijl ik het misschien niet helemaal eens. Niet wil. Dat doen we maar gewoon niet. Ik ben niet grappig, maar ik begrijp humor wel. Dus ik kan er achteraf nog iets grappigs van maken. We kunnen ook grappig zijn doordat we met elkaar zitten te ouwehoeren. Maar dat is reageren op. Maar ik ben niet een soort van cabaretier die dan... Nou ja, en daarom had ik zoiets van, maar is het wel een GameKings item? Omdat je ineens dus blijkbaar, ik weet niet of dat ook echt zo was, maar de opdracht hebt gekregen om in je eentje een item te doen. Misschien was het wel een testcase van je van wat zit er in de markt van deze man. Zit erin, ja. Maar ik had dan... Ik vond het niet... Een Game King. Ik vond het niet een slecht item. Ik vond het zelf vermakelijk. Want ik was dan de smart 15% die snapte dat je een YouTube spoof maakte. Ja. Maar niet iedereen zal dat snappen. En dan weet ik niet, van had er een ander item? Weet je? Ik weet niet of ik het Game King vond. Nou, ik denk het niet. Ik vond het leuk. Maar als je dit met 2 of 3 mensen had gedaan en het minder editing en misschien iets meer toch een beetje spelen of wat dan ook. Het is nog steeds. Let's plays worden heel goed bekeken. Ik kan me voorstellen dat het namelijk als ik hier het nog wel 10 jaar volhoud, zeg maar, en we leven nog, dat het, als je er dan terugkijkt, en je kent mij al 10 jaar lang, is het wel een soort van...
Fat GameKings item. Maar, daarom, maar ik kende je ook toen, nu een stuk beter dan toen. Maar toen kende ik je ook al beter dan vele kijkers. Omdat die hadden je maar 4 items gezien of wat dan ook. Ja. Dus die snapten niet, weet je, wat er in je hoofd omgaat. En jouw soort humor en wat dan ook. En dus daarom denk ik van dat item was misschien ook te vroeg, bijvoorbeeld of ja. zo. Weet je, dat nu mensen na je eerste interview en na dit gesprek ook snappen van hoe je dat doet. En dan denk ik dat veel duidelijker maar was. Maar zit er geweest. Niet in dat de humor daarin scripted is, in niet niets van maar je bent al helemaal van, oké, dit gaat grappig worden, dit stukje wordt grappig, dit stukje wordt grappig. Terwijl, wat wij altijd doen, is eigenlijk we ingrediënten hebben ja. van, oké, weet ik van, we gaan naar een zorgboerderij toe met een ezel en een konijn en wie weet kunnen we dan tegen Skate zeggen dat hij een konijn moet uitkiezen welke dan in de kerst. Dat gaat denk ik wel ergens leuk worden. Ja. En dat wordt dan meestal leuk en ja. daarna doe je er wat dingen bij. Het was bij. Wel meer, nou maar ergens is het anders, maar voor zover je dat concept in je eentje kan doen, was het ook wel, ik had voor mezelf het concept neergelegd, oké, ik ga in een soort van ik ga in de echte wereld depressief worden over het feit dat ik nu iemand ben geworden die dus videogames moet gaan zitten spelen voor een camera. En in die game wordt het personage daar zelf ook depressief van. En dat gaat een soort van met elkaar doorlopen in een hele vage weer de wereld. Maar dat is super ingewikkeld. Maar dat is het. Het is in principe net zo'n concept als we stoppen Skate in een kooi met 3 ezels. Zeg maar, dat is gewoon van, oké, dit is dan het concept in mijn hoofd. Dat is weird genoeg om mee aan de haal te gaan. En toen ben ik die game gewoon gaan spelen met die gedachtegang. En daar kwamen dan op dat moment gewoon dingen uit die ik, terwijl ik aan het speel bedenk. En het verschil is met dat ik, als ik met Jelle was, had ik het uitgesproken, had jij er weer op gereageerd. Ja. Maar nu schreef ik het op en reageerde ik daar dus eigenlijk daarna vervolgens zelf weer op. Dus wat precies dat item ook was eigenlijk. Ja, maar een weirde inkijk in mijn hoofd. Ja, dat. Maar dat is dit ook. Is. Alleen reageer jij er nu op. En ja. toen reageerde ik er zelf op. En dat is denk ik super verwarrend. Ja. Iets anders wat wel denk ik een leuk inkijkje geeft in de manier waarop mijn werken is natuurlijk van premium bazen. Dat is de basis van GameKings. En we hebben een fantastisch leger van duizenden leden. En dat is ook weer heerlijk gegroeid tijdens eindejaars. Dus daarvoor bedankt. Blijven. En daarnaast hebben we natuurlijk gewoon ook campagnes gehad het afgelopen jaar. En ik heb niet het gevoel dat mensen ons dat misgunnen of dat ze dat vervelend vinden. Het geeft ons juist ook net even wat extra ruimte om dingen te doen. Inderdaad, die hele studio erop te zetten. Het levert ons ook wel best wel issues op. Wat zeg je? Ja, nee. Nee, mensen weten nu wel dat ik ben Mr. Duck Tape, dus ik had zoiets, de studio is fijn. Jullie vinden het fijn. Het ding is, voor wat hoort wat. Zo werkt een campagne. Het is heel simpel. Opdrachtgever zegt van, ik heb dit product en dat moeten jullie altijd even aanprijzen. Hè. Ik bedoel, dat is wat ze willen, promotie maken. En dit is het budget. En vervolgens, gelukkig hebben ze door dat ze wat ze bij influencers vaak wel doen, van je gaat dit doen, je gaat dat doen, je gaat dat doen en je gaat dat doen. En dan doen ze het over het algemeen. En bij ons zijn ze gelukkig wel inmiddels zo wijs dat ze dat niet moeten doen. Want dan zeggen we, oké, we bepalen het zelf wel. Maar we moeten iets verzinnen. Ik zag daar ook wel mensen in de comments daarover zeggen van, maar het is toch niet gek dat een partij naar je toe komt en dat daar een bepaalde eis bij heeft. En het is ook niet gek, alleen het werkt niet bij GameKings. Nou, ik denk dat het werkt niet goed bij volwassen doelgroep, omdat een volwassen doelgroep die heeft dat soort dingen vrij snel door. Ik denk dat het, en dan heb ik het echt over jonge doelgroep, die zijn beïnvloedbaar, maar bijvoorbeeld bij Game Pass, was niet goed gebracht. Een reclame van WC Eend werkt natuurlijk ook bij volwassenen, omdat die naam maar gewoon oppopt als je denkt van, ik moet mijn WC schoonmaken. Dus uiteindelijk werkt dat ook wel als je het maar vaak genoeg zegt en mensen hebben het toevallig nodig, dan popt die naam op. Het zou gewoon niet goed zijn maar voor integriteit. Mensen willen, of tenminste opdrachtgevers willen natuurlijk bij GameKings is een contentmaker waarbij we iets doen met iets. Of het nou en geloofwaardig een game is, zijn. En geloofwaardig zijn. Dus ze willen dat wij iets doen met een product. En ik heb het dan specifiek even over hardware. Ik vind het heel erg tof dat hardware steeds meer naar GameKings toekomt. Er is gewoon heel veel hardware. Er is ook een doelgroep blijkbaar die geïnteresseerd is in hardware. Want jullie hebben allemaal spullen thuis. Jullie zijn ook bereid om een deel van jullie inkomen eraan te besteden. Jullie willen mooie spullen hebben. Maar hoe ga je daar in hemelsnaam content over maken? Want een game, ja, dat ligt voor de hand. Het is een entertainment product, is amazing. Maar je bent het toch ook wel met me eens dat er zelfs in Nederland al gewoon partijen zijn die op het hele technische vlak beter in zijn. Dus die doen in principe ook het verkooppraatje. Want die zeggen precies wat er in een bepaalde box zit. Of in een bepaalde.
Maar dat hebben we hebben een aantal dingen natuurlijk de afgelopen jaar geprobeerd. Met laptops met name en dat soort dingen. En het is gewoon op een gegeven moment, dan is laptop X is exact hetzelfde als laptop I. Behalve dat de processor 3 keer zo hard gaat, weet je. En hoe ga ik dan weer opnieuw dat ding uit elkaar halen? Nee, en die markt is te klein of van de mensen die dat interessant vinden. Ja, omdat je een game vind je nog leuk omdat het entertainment is. Dus ook al vind je de game niet vet, het zijn in ieder geval leuke beelden. En wie weet gebeurt het gewoon. Als je geen nieuwe laptop zoekt, waarom zou je in hemelsnaam naar een item gaan kijken over een nieuwe laptop? Want ja, niet. En ja, daarom hebben we er iets anders voor verzonnen. Maar als je een laptop zoekt, heb je denk ik 2 soorten mensen. De mensen die precies willen weten wat erin zit, ja, die gaan niet naar GameKings. Want nee, daar zijn gewoon betere partijen voor die echt precies vertellen. Dus dat zijn de mensen zoals Koos die echt van elk boutje willen weten hoeveel cent. En er zijn natuurlijk kijkers die denken van, maar waarom, dat klopt, maar waarom doen jullie dat niet dan? Ja, omdat alleen Koos dat leuk vindt. Ja, omdat ik denk dat ook heel groot het grootste deel van onze kijkers, dat zijn gasten die zeggen, ik wil een nieuwe laptop. Wat doen jullie ermee? Ja, ik koop een Samsung scherm. Dat is echt een vet ding. Ja. Oh, oké, dat zal het wel. In principe, ik die een tv koop. Oké, maar goed, maar dan ga je dus van uiteindelijk pas helemaal aan het eind van het jaar hebben we daar wat beter een oplossing voor gevonden met GearKings. Ja. Maar ik vind product placement daarin voor ons ideaal. Weet je, dat er gewoon hier een laptop van een partij in beeld staat voor wat voor een item. Dat is zo casual. We hebben dat toch nodig. Nee. Dus waarom niet een product placed ding is? Ik vind dat amazing. Dat snap ik. Alleen het leuke van bijvoorbeeld GearKings is van, nu kun je in plaats van 1 stuk gear, kun je er 10 bij elkaar zetten. En dan is het ineens een ouderwets hardware woensdag / GearKings We item. Kunnen aan de GameKings zelf vragen van, hey, check, wat vind je vet aan gear? Ik wil het wel eens daarover hebben. Oké, dan doen we dat erbij. Dus mensen kunnen zeg maar een soort van pusher worden van iets wat ze zelf tof vinden. En het zijn geen tech reviews. Het is gewoon van, oké, ik heb dit, ik vind dit vet. En dan zegt Boris van, wat een lelijke ding. Maar dat was, laptop is dat dan woensdag was dat natuurlijk vroeger wel. Tuurlijk. Maar dat is omdat Steven dat ook mega vindt. Ja, maar die vindt het wel interessant dat er mis zit. Ja. Dat was gewoon zijn passieproject. Exact. En dat ging op een gegeven moment zo de diepte in. En ik heb bij VNU gewerkt vroeger, waar PCM en Computer ID, en met name PCM, dat trekken ze echt een laptop helemaal van voor naar achter. Mm-hmm. Dat was gewoon 2 gasten, die hadden gewoon aparte ruimte en er stonden allemaal laptops aan software de hele dag te draaien. En dan komen ze gewoon met van, oké, is alle bandbreedte, alles was doorgemikt. Of we leveren kwaliteit, maar je moet het niet een beetje proberen. Met een beetje specs doen, want dan voel je zo door de mand. En wat denk ik ook is, waar we het straks ook al even over hebben gehad in het vorige item, is dat als je en weet je, als de kijker van einde van de week live daarna op maandag een item ziet wat een TikTok-generatie-achtig item is, dat is net zoals met een hardware-item. Dat moet nog wel in de lijn van de GameKings. En als je gezellig brieven maandag hebt gekeken, daardoor op GameKings bent geabonneerd, op premium hebt genomen, en de woensdag daarna zie je ineens iets wat de hemel de diepte van een laptop ingaat, denk je, oh ja, maar dit is niet waar ik hiervoor kom. Of juist wel, dat je denkt van, oh, maar cool dat dit zo divers is. Want ik vind laptops leuk en ik vind maar dat is een hele kleine markt leuk. Maar het kost veel tijd, hè. Vergeet niet dat mensen vergeten dat ook natuurlijk een klein beetje. Ik bedoel, mensen denken misschien, ik denk dat inmiddels hebben we het al zo vaak gezegd, maar af en toe komen mensen wel eens hier in de studio en zeggen, oh, het is te klein. En waar gamen jullie dan? Ja, niet. Thuis. Dat is ook nog eens een keer in het weekend. Dat is ook nog eens een keer in het weekend en de avonden. Ik bedoel, hardware testen, daar ben je gewoon dagen mee bezig. Ja. Dat is allemaal tijd. Overal moet je die keuzes in maken. En uiteindelijk hebben we gewoon de keuze gemaakt. Fuck it. Ik bedoel, gadgets. Eigenlijk wat je wil is gewoon 3 gasten die naar de mediamarkt gaan met elkaar, omdat ze er op zaterdag zijn. En zegt de een, hey, moet kijken, man. Tering, wat een harde controller is dat dan? En die zegt de andere, nee. Ja. Dit is het, man. Ja. En die zegt die andere van, nee man, die blauwe knopjes, dat is toch niet. Dat is wat GameKings is, gewoon. Ja. En een beetje de diepte in, maar gewoon vette shit. En dat je blauw met liever over blauwe knopjes dan over specs. Je moet ook altijd van iemand kunnen houden en haten in een item eigenlijk. Ja. Als het ergens over gaat. Je moet in één iemand kunnen vinden en je moet in één iemand zoiets kunnen hebben van, wat zeg jij nou gek? De definitie van onze content is dat. En het lukt niet altijd dat je mensen tegenover elkaar, lijnrecht over elkaar krijgt. Maar er zijn wel eens ook reviews dat er 2 of 3 mensen aan de tafel zitten. En stel, één iemand merkt, en dat gebeurt op de een of andere manier, is er altijd iemand die dat soort van organisch opneemt. Stel, de 3 mensen vinden het tof. Dan gaat er 1 iemand, daar kan je gif op innemen, kritische vragen stellen. Mm-hmm. Die stelt zich dan zo op van, ja, crap, ik vind het ook vet, maar het is helemaal niet leuk om naar 3 gelijkgestemde of eensgezinde mensen te kijken. Dat bestaat toch ook niet?
Je hebt allemaal vrienden. Heb je allemaal vrienden die exact hetzelfde, dezelfde auto, dezelfde kleding... Dan gaat iemand gelijk haten, soms. Voorbeeld bij nerdculture, daar haten we altijd op Avatar. En dan op een gegeven moment denk ik, oké, maar nu... Ik ga even iets positiefs over die film zeggen. Want anders is het niet leuk als we het hier met elkaar eens zijn. Ik ben het er niet mee eens. Wat ik vind is dat als je het... Jullie hebben het veel over Avatar gehad. Ik vind uiteindelijk dan dat jullie naar die film moeten gaan. En dan feitelijk ook, als je het wel vet vindt, dat je dat ook toegeeft. Ja, tuurlijk, want juist niet. Dat is alleen, wat het is. Ja, of wel, juist niet. Maar dat je het eerder, met vuur en zwaard doet verdedigen, dat het een kutfilm is, ook al zeg van ja, maar we hadden het eerst eerder al over dat ongenuanceerde. Wat wij denk ik doen, is een genuanceerde mening maken. Die valt ofwel richting het negatieve, ofwel richting het positieve. En dan kunnen we bij sommige dingen zeggen, maar nu ga ik gewoon alleen maar het positieve belichten, of alleen maar het negatieve. Want als de andere maar een beetje positief is, moet daar wel iets tegenover staan. Ik heb namelijk het idee, als ik op social media afga, zie ik heel veel van die gasten die zeiden, ik was klaar om het te haten, maar eigenlijk heb ik me wel vermaakt. Ja, maar ik vind het prima dat je hebt vermaakt. Oh, ja. Maar dat maakt het niet de beste film aller tijden. Nee. Maar dus daarom vind ik het ook niet erg als drie mensen iets haten. Het moet niet een soort van concept zijn. Er moet er altijd één, dit en dat. Wat je vaak wel probeert, is als we met z'n drieën reviewen, om er iemand bij te zetten die bijvoorbeeld dat genre over het algemeen niet zo vaak speelt. Dan heb je een soort van, is hij een beetje het prototype van, oké, ik speel dit nooit, maar is dat dan leuk? Of is het intuïtief genoeg om erin te komen? En ook als ik van tevoren weet van, jullie houden allebei, maar jij had hoge verwachtingen en jij leek het al helemaal kut. Het moet wel, als het clasht, is het wel leuk. Ja, precies. Maar het moet niet geforceerd worden van, oké, Jelle vandaag, jij gaat Avatar verdedigen. Jij bent middenmoot en kan het ook zijn hoor. Dat bedoelde ik ook niet te zeggen, want het is niet geforceerd. Het is meer dat je, dat als je hier aankomt zitten en je merkt, nou, ik ben eigenlijk nog vrij mild, dan kan je wel even aanvoelen van, wat vindt de rest hier nou van? En als iemand het dan echt tergend kut vindt, dan wil ik nog wel de moeite nemen om de positieve kant te pakken en het toch te gaan verstaan. Zodat het een discussie is. En niet soort van, tenzij, en het kan heel af en toe ook leuk zijn om drie mensen glashard op iets te zien haten. Maar dan is het waarschijnlijk ook echt kut. Nou, bij een God of War review bijvoorbeeld, hebben we eigenlijk best wel relatief kritisch geweest. Ja. Maar daar had je van, maar iedereen aan die tafel wist dat het een fantastische game was. Ja. Was een van de beste van het jaar. Dus dan hoef je niet heel erg positief te gaan doen om daar tegenover te gaan. Ik heb het nu inmiddels ook over, dat is het laffere van heel veel media, dan 2 maanden na data zie ik opeens verschillende journalisten binnen en buitenland zeggen van, ja, weet je, het was ook wel best, het was wel een hele vette game hoor, maar het was ook niet bepaald innovatief, of het was wel heel erg repetitief. Dus denk ik van, ja, dat is lekker makkelijk, omdat op dat moment durf je niet mee te gaan in het feit van, iedereen geeft het een 10, ja, oh fuck, dan moet ik natuurlijk... Omdat het ook vaak betaald is waarschijnlijk. Omdat het ook wel... Ondanks al, kijk, wij hebben hier de luxe dat we gewoon het over gebreken kunnen hebben. En dan op het einde kunnen zeggen, maar het is wel de beste game ooit. Of ja, nee, zij moeten er een cijfer aan plakken. Zij moeten er een cijfer aan plakken. En je kan er niet een 5 aan geven, omdat het in de dingen die het doet zo ongelooflijk sterk is. Dat het onzin zou zijn om daar een 5 aan te geven. 1 minuut 22 zie ik nu hier staan. Laatste deel, want we gaan het dus in 2 delen doen. Ja. En dat is dan de afsluiting van het 2e deel, dames en heren, is... ons verlanglijstje, er komt nog vooruitblik item, al dat soort dingen de komende week. En item van Steven komt er ook aan, don't worry, daar ben ik mee bezig. Trips, we mogen nu weer naar buiten, behalve als heel China nu weer de hele wereld gaat besmetten met een nieuwe variant. Besmetten of bezetten? Alle twee. Kan alle erbij, twee. Ja. We willen heel graag naar buiten en als alles gewoon zo gaat zoals het nu gaat, dan gaan we ook naar buiten. Eén probleem is natuurlijk, of één uitdaging is natuurlijk altijd de funding. Premium Vision, campagnes, dat is daar gewoon essentieel voor, want het kost gewoon veel geld om mensen te laten vliegen. Vliegen is tegenwoordig pleurisduur. Misschien moeten we KLM gewoon als sponsor hebben. Hebben we al een keertje gevraagd, maar die doen dat dus niet. Een andere reisorganisatie. Zij sponsoren niks. Transavia heb ik ook een keer mee gepraat, maar die gaan er weer niet naar vette dingen. Ik heb wel een Afrika-tour. Nou, maakt ook niet uit. Dat is dus het eerste probleem. En het andere probleem, dat is ook een klein inkijkje, is van, er moet een haak zijn. Ja, dat begrijpen mensen vaak niet. Die denken van, ja, maar je kunt toch, weet ik veel, ga gewoon naar Haiti, leuk, lachen, man. Ja, dan denk ik van, als daar niks, geen haakje is, ja, waarom gaan we dan?
dan is dan de enige dat we gaan kijken wat er gebeurt. Ja, straks is er gewoon helemaal niks. Ik vind wel dat het concept wat jullie bij die vorige Asia Trips hebben, gewoon van hoe gewoon eens een kijkje gaan nemen in de gamecultuur van een bepaald land. Dat vind ik zo sterk dat je het. Maar waarom ga je naar land X en niet naar land Y? Dat is een beetje. Ja, en dat is dan meestal van. Maar dat is meer uitzoekwerk dan dat is gewoon een aantal landen vergelijken met elkaar en kijken wat is het interessantst, toch? Ja. Nou ja, dat willen we dit jaar heel graag weer gaan doen. De E3, denk ik ook, ondanks dat ik niet de fiducie heb dat het ooit weer zo wordt als dat het was, blijft het gewoon een heilig moment. Maar het kan ook iets anders worden, wat ook heel tof is. Dat is een beetje wat ik aanzien precies, maar komen. Wel gewoon weer daar naartoe. Want, en we gaan ook wel dingen in de studio toe doen, maar we hebben het nu 3 jaar op rij lopen faken. Het is wel weer belangrijk, met name een team in LA te hebben en een team hier. Ja, lopen faken. Maar ja, je probeert een feest te maken wat er niet meer is. Ja. Omdat je er niet mag zijn. Ja, die feest-vibe kwam van de palmbomen die we daar en het ons enthousiasme. Dat ook al was het een kut game, maar je was daar en het was een soort van beetje LA Nights. Ja, en we zaten er helemaal in. Het motto was toen van oké, als de E3 geen feestje is, dan maken we hem zelf weer. En op een gegeven moment zag ik dat ook overal verschijnen. En ik heb zoiets van, ja, kijk, als het er op een gegeven moment echt niet meer is. Hoe lang moet je dan gaan roepen van, ja, het is trouwens nu weer E3-tijd, dus laten we het feestje maar weer gaan maken. Ik vond het vorig jaar een stuk beter dan het jaar en het jaar daarvoor. En ik denk dat het dit jaar weer toffer gaat maar worden. Maar we kunnen nu weer naar Amerika. En dat is de uitdaging met trips, van waar gaan we naartoe? Budget wil ik nog niet eens over hebben. Maar welke droomlanden hebben jullie? Welke Azië is natuurlijk altijd wel. Mensen vragen, waarom gaan we altijd naar Azië en niet naar, weet ik wel, Mid-Amerika? Nou, dat vind ik dus een goede vraag. Vaak is dat wel geld. Omdat in Azië is het vaak, dan heb ik niet over Japan, maar over Vietnam, Laos, Cambodja is vrij goedkoop. Ja, en alsnog zit je daar rondom het een epicentrum van gaming. Namelijk Japan, weet je, China, Korea. Gaming heeft iets Aziatisch sowieso, toch? Ja, en het is misschien ergens gek dat je. Kijk, in Vietnam was dan die Vietnam-dinges. Maar dan ga je alsnog naar de Vietnam Game Show of wat dan ook, die niet doorging. Dat was gewoon afgelast en dat wisten we niet. Maar dat voelt alsnog alsof je een beetje bij het epicentrum van gaming bent. Ja. En sterker nog, ook in Vietnam was hij gewoon heel apart, de gamingcultuur. Maar bijna al die andere plekken zit iedereen in de metro te gamen en wat dan ook. En zie je dat gewoon veel meer dan in Nederland in het straatbeeld. Zeker. Dat heeft Azië gewoon. En het is wat minder gangbaar. Mensen kennen Vietnam, Laos, Cambodja, Taiwan wat minder als bijvoorbeeld laten we naar Amerika gaan. Ik bedoel, iedereen maar Amerika gaat vinden we ook ergens gewoon een kutland. Er zijn heel veel coole maar dingen. Daar kan en er komen je natuurlijk heel veel leuke films van. Super interessants mee doen als je een soort van staten. Het is ook veel duurder. Ja, bedoel, want ik zou best wel eens een keer een roadtrip willen maken van oost naar west en dan langs game studios gaan of dat soort dingen. Ja. Maar het is gewoon knijter duur en daar kan je 3 trips van doen. In andere landen. Midden-Amerika vind ik wel interessant. Ik weet dat Brazilië is een van de grootste opkomende landen. Maar daar heb je ook weer van. Betreft gaming? Ja. Okay. Development en dat soort dingen. Ja. Ze zijn echt heel groot. Maar het is ook wel weer een land met bepaalde risico's. Qua Mexico bijvoorbeeld. Daar moet je nu. Dit lijkt me niet heel erg tof om daar nu. Ik ben verliefd geworden op het continent Afrika. Het lijkt mij super vet. Daar is het hele. Ja, er zijn ook wel. Vooral in de armere delen. Oké, wordt daar gegamed? Op een PlayStation 2. Kunnen we onze PlayStation 2 games daarheen brengen? Of ben ik nu heel erg stereotyperend bezig en moet mijn bek aan? Ja, maar al dat soort dingen. Weet ik veel. Wie heeft dat super gedaan? Interessant. Er zou vast een YouTuber dat ergens gedaan hebben, maar niet in het Nederland en die zijn niet zo cool als wij. Dus moeten wij dat ook met games. En worden daar games gemaakt? Weet ik veel. Dat is amazing. Maar waarom Oeganda en niet Zuid-Afrika of wat dan ook? Weet je, dat vind ik meer een redactioneel ding, want het is niet zo. Weet je, dat is gewoon. Oké, dit zijn vette landen qua locaties en wat er allemaal. En dan is het gewoon kijken. Oké, waar gebeurt nou het meest? Nou, dat is een redactieding. Maar ik vind niet dat er ergens vooral antwoord hoeft worden waarom we naar een Afrikaans land gaan of waarom naar een en waarom welke behalve omdat wij hebben uitgezocht als mediamakers wat het meest interessante land is voor ons om naartoe te gaan. Precies dat. Ja.
Dat vind ik ook. En niet iedere kijker zal dat. Maar daarom, ik heb heel erg zoiets van. Ik heb letterlijk met GameKings en ook zonder GameKings heb ik bijna heel Azië wel gezien. Maar ik zou het heel vet vinden om naar Afrika te gaan. Als ik één ding heb geleerd afgelopen jaar, is dat die trips geen vakantie zijn. Nee. Nee, precies. Dat is wel mooi dat je dat inkijkje ook op kunnen geven. Dat het knijterhard werk is. Nee, het staat op de agenda. Het is mijn taak om de uiteindelijke budgetten voor vrij te maken. Ik denk dat we het allemaal willen. Laat je favoriete land achter in de comments. Ja, en de reden waarom, inderdaad. Ja, nee, precies. Ik zit een beetje tussenin. Ik denk, er moet een haakje zijn en er moeten een paar kapstokken zijn, weet je wel. Bij Vietnam was het juist wel eigenlijk heel hilarisch dat het game-evenement wat ik dacht dat het er niet was. Maar je moet wel een aantal dingen hebben. Het was anderhalve week van tevoren gecanceld. Want, en toen waren we al onderweg. Ja, kijk, uiteindelijk om, weet ik veel, naar Ivoorkust te gaan en dan daar 5 items over te maken waarbij je uiteindelijk dan concludeert, nou, er wordt hier helemaal niet gegamed, weet je. Dat is kut. Dus je hebt al natuurlijk, of wij hebben, kunnen het ook doen, want wij kunnen daarna prima zeggen, nou, ben benieuwd. En dat hoeven wij niet eens te doen, zo te acteren. Maar ik bedoel meer van, wij kunnen gewoon redactioneel kijken, is er in Afrika ergens een gamebeurs? En het zal vast in de noordelijk, maar ergens meer midden in een armer land, hebben ze daar ook gamebeurs? Als we dat van tevoren hebben uitgezocht. Of een paar developers en je weet dat er arcadecentra is daar. Taiwanese vonden het ook hartstikke leuk dat er een keer gewoon gasten uit Nederland kwamen. Dat is het probleem niet. Bij 3 op reis struikelt Geraldine Kempers ook niet over een mooie kerk. Dat is natuurlijk ook van tevoren al uitgezocht. Dus dat is niet gek of erg, denk ik. Nee, absoluut. Goed, plannen genoeg. Gaan we het uitgebreid over hebben in de komende weken. Een klein inkijkje dus in hoe wij items maken, technisch gezien, content-wise. De ruzies die we hier ook hebben. Nou, hoe we ze kort houden. Discussies, hoe we ze kort houden en uiteindelijk toch besluiten hier gewoon spontaan om er 2 items van te maken. Moet ik nu dan nog een introotje doen? Ja, zeker. Je moet hierna, als we hiermee klaar zijn, dan zeggen gewoon, zo meteen doe je. En dan doe je daarna nog inderdaad een intro en een outro. Een intro en een outro, goed. Maar nu doe ik het outro voor deel 2 dus. Ja. Nou, goed. 2 prachtige delen. Ik hoop dat je nu weer helemaal bij bent. Blijf vooral ons supporten met de premium. Want we zouden graag weer een paar toffe trips willen maken. Waar we jullie dan weer prachtige content voor kunnen serveren. En Joey die steekt zijn vinger op. Ik dacht, laat ook even weten wel of mensen dit zo dusdanig interessant vinden dat we dit misschien wat vaker moeten doen. Gewoon zo even terugblikken op wat hebben we nou de laatste tijd gemaakt. En waarom ook. Ja. En wat zijn onze problemen geweest en dat soort dingen. Laat het weten in de comments. We lezen ze absoluut. En dat was hem eigenlijk.